Welkom allemaal bij de derde uitzending van Generate Live. Vandaag hebben we weer een nieuwe gast, Roberto Citroën. Blijf allemaal kijken. Zoals ik net al vertelde, onze gast van vandaag is Roberto Citroën. Welkom in onze uitzending. Dankjewel. Zou je de kijkers thuis het een en ander over jezelf kunnen vertellen? Ja, ik kan wel iets korts vertellen over mezelf. Mijn naam is dus Roberto Citroën. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf genaamd One Man Job. Gevestigd in Almere. Ik heb een technisch adviesbureau, een soort van ingenieursbureau. En we doen engineering van technische installatie of producten in de installatiebranche. En dan moet je denken aan stukken elektrotechniek, bedrading, verlichting, stukje werktuigbouwkunde. Dan praat je over stukje sanitair, luchtbehandeling, utiliteit, beveiliging. Maar we doen alles wel op een innovatieve manier. Dus op een vernieuwde manier dan wat nu al hangt of ontwerp is. Dat is de basis van mijn bedrijf, dat doen wij. Ik ben nu al ongeveer 3 jaar bezig. En tot nu toe heb ik altijd heel veel opdrachten gehad. Dus ik ben altijd aan het werk. En af en toe, als ik tijd heb, dan boek ik nog een vakantie tussendoor. Om even te ontspannen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Wat het bedrijf, wat ons bedrijf doet. Oké, nou, dankjewel. De onderneming, One Man Job. One Man Job, ja. Dat is behoorlijk breed. Wat je net allemaal vertelde. Maar als je, kijk, als je goed naar de naam kijkt, One Man Job, dan staat er M-E-N in de meervoud. Mm. Man in plaats van M-A-N. Dat betekent ook men, meerdere mannen, meerdere mensen kunnen meer werk. Okay. Dat is ook meer visie, dus één man kan meer. Okay. Dus en dat wordt tegenwoordig in deze maatschappij, bij de opdrachtgever wordt dat gewoon heel veel gevraagd. Ja. Niet echt dat je in iets gespecialiseerd bent, maar meer breed georiënteerd bent. Okay. Want dat was inderdaad de vraag van, hoezo heb je nou men met een E in plaats van een A? Maar dit maakt het helemaal duidelijk. Ik laat mensen gewoon even nadenken, want het is niet zomaar een bedrijf, ik heb natuurlijk een visie. Ja. En dat is gebaseerd ook op de naam. Okay. En jouw visie is dus eigenlijk, één persoon kan meerdere dingen. Eén persoon kan zich breed inzetten. Ja, als je een beetje verdiept in deze maatschappij en bij de opdrachtgevers, dan wordt er heel veel van je gevraagd. Ja. Flexibiliteit. Flexibiliteit is niet één ding, maar is meerdere dingen. Ja. Je moet voor alles kunnen tegenwoordig om carrière te kunnen maken, om iets te bereiken binnen het bedrijf. Okay. Wat is eigenlijk de beweegreden geweest om te gaan ondernemen? Voor mij. Ik zal even een klein verhaaltje vertellen, een stukje achtergrond voor mij, dan zal dat duidelijker worden. Ik kom uit een ondernemend familie. Mijn vader heeft een eigen bedrijf gehad, een winkel waar hij witgoedproducten verkocht, televisies, video's en daarnaast had hij ook een stukje import-export, het inkopen van goederen, van leveranciers in het buitenland. Okay. Ik heb daar, ik ben sinds kleins af aan in aanraking geraakt, door mijn vader natuurlijk. Ik heb daar ook heel lang gewerkt en heel veel geleerd. Ik heb ook heel veel verantwoordelijkheden gekregen binnen het bedrijf. Maar ik kon nooit altijd zelf een beslissing nemen. Ik kreeg wel de verantwoordelijkheid, maar je vader is natuurlijk eigenaar en uiteindelijk heeft hij het laatste woord. En dat is wat mij best wel irriteerde, dat ging aan me knagen. En op een gegeven moment heb ik gezegd van, pa, ik ga iets voor mezelf doen. Dat was natuurlijk voor hem niet leuk, maar ik heb het bewust voor mezelf gedaan, omdat ik gewoon echt iets anders wil doen. Ik wou gewoon iets voor mezelf. En ik ben dus daarna gaan investeren in mezelf, door opleiding te gaan volgen, de cursus gaan te volgen.
En na het behalen van diploma ben ik gaan werken bij detacheringbureaus en ingenieursbureaus. Okay. Om mijn netwerk op te bouwen, want zoals iedereen weet, in een detachering of bij een ingenieursbureau kom je bij verschillende opdrachtgevers. En er waren de grootste bedrijven, Nuon, BP, Shell, okay. En daar heb ik gewoon in de keukens mogen kijken, dus mogen proeven, zeg maar. En zo ben ik me dus breed gaan oriënteren. Mm. En met het netwerk wat ik al die jaren daar heb opgebouwd, heb ik uiteindelijk besloten van, hey, nu is het moment om eruit te stappen en iets voor mezelf te gaan doen. Ja. Want wat heel veel terugkomt in de afgelopen 3 uitzendingen, is weer dat netwerken. Ja, zonder netwerk red je het niet als zelfstandig ondernemer. Ja. En zoals we weten, mond op mond is de beste reclame. Dat is bijna hetzelfde als netwerken. Je doet het mond op mond. Ja. En het belangrijke van netwerken is dat jij... Het hangt van de persoon af hoe je bent en het is meer gunnen, gunfactor. Mensen mogen je of mensen mogen je niet. Ja. Mogen mensen niet, je kan netwerken, maar dat werkt niet. Mensen moeten je het gunnen en ze moeten je mogen. Maar daarnaast komt ook wel bij kijken dat je je werk ook heel goed moet doen. Inderdaad. Want dat is natuurlijk je referentie. Je vertelde zojuist dat je dus hiervoor, voordat je er zelf met gaan ondernemen, ja, in de loondienst zat. Ja, ja. Ja, welke van de twee heb je, ja, natuurlijk haal je dus het meeste voldoening uit het ondernemen. Maar had de loondienst, dus onder een werkgever werken, had het ook zijn voordelen? Tuurlijk. Je hebt zo je voordelen en nadelen. Mm-hmm. Voordeel is als je in loondienst werkt, het risico is beperkt. Je weet dat elke maand je salaris binnenkomt. Ja. Het nadeel is dat je moet presteren voor jezelf en voor je werkgever. Ja. Nou goed, als je voor jezelf werkt is het risico natuurlijk groter, want je kan meer kwijtraken dan dat je wint natuurlijk. Een foutje is fataal. Daarnaast kan je iets van jezelf neerzetten in de maatschappij, iets wat je zelf ontwikkeld hebt, iets wat jezelf, een dienst van jezelf, jouw naam. Ja. Daardoor krijg je heel veel respect. En dat is natuurlijk wel het verschil in loondienst en niet in loondienst. Oké, dus eigenlijk jouw drive om te gaan ondernemen is eigenlijk gewoon puur om jezelf te profileren. Absoluut, ja. Jezelf te profileren en iets neer te zetten. Ja, ja. En daarnaast is je naamsbekendheid ook heel erg belangrijk. En nu heb je meer het idee van, je hebt iets gedaan, je hebt iets zelf neergezet. Ja. En als je in loondienst werkt is het meer van, je hebt wel iets neergezet. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook... Voor je werkgever. Ja, dus de voldoening is uiteindelijk toch wat minder. De voldoening is minder bij in loondienst. Oké. Wat is in jouw ogen een geslaagde ondernemer? Ja, dat is verschillend voor elk ondernemer. Is anders. Alleen, het hangt natuurlijk van de persoon af. Als ondernemer heb je bepaalde eigenschappen. Ja. Ik heb even wat punten voor mezelf opgeschreven. Dat zijn 7 kenmerken die gewoon bij mij heel erg goed passen. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook bij anderen, maar het verschilt een beetje. Nou, ik begin bij motivatie. Succesvolle ondernemers zijn altijd ondernemers die hun ideeën ook echt uitvoeren. Dus je eigen ideeën gewoon laten uitvoeren. Dat is de motivatie, is de drive om gewoon je eigen ding gewoon op de markt te brengen. Eigenwijs en onafhankelijk. Stug je eigen pad bewandelen. Heeft zo zijn voordelen als je ondernemer bent. Het is best wel belangrijk als je eigenwijs bent. Het komt allemaal bij je drive, motivatie, eigenwijs en iets op de markt zetten wat voor jou is. Hard willen werken. Het klinkt als een open deur. Maar als ondernemer kom je niet als je niet bereid bent om je schouders eronder te zetten. Je moet wel hard werken. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Anders red je het gewoon niet in deze maatschappij. Want je valt zoals een baksteen. Inderdaad, ja. Focus in combinatie met passie. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Want binnen een bedrijf heb je natuurlijk een passie. Ja. Als je zo intensief met je eigen bedrijf bezig bent, lukt dat alleen als je gepassioneerd bent voor het product of de dienst die je aanbiedt. Leiderschap, zeker niet onbelangrijk. maar een goed leider is iemand die met toekomstvisie, die zekerheden en onzekerheden met elkaar in balans brengt. En die keuzes maakt die op die balans gebaseerd zijn. Dat is wel een goeie. Openstaan voor nieuwe dingen. Elk bedrijf en elk ondernemer moet zich voortdurend vernieuwen. Dus innovatief bezig zijn. Elke keer iets nieuws zoeken waarmee je gewoon iets op de markt kan brengen. En daarnaast wil je natuurlijk winst behalen. Ja. Je doet het niet zomaar. Ondernemersinstinct.
ondernemer instinct verstaan we het talent om de juiste weg als ondernemer te blijven kiezen. Dus meer die feeling van welke pad bewandel je. Ja. Je hebt altijd iets uitgesteld, een pad uitgestippeld. En dan in dat pad, wat je bewandelt, kom je gewoon heel veel obstakels tegen. En met die insteek weet je zo te vermijden en je doel af te gaan. Oké. Dat is inderdaad een behoorlijk lijstje. Ja, maar dat past ook bij. Dat is iets wat ik heb, zijn mijn kenmerken. Ja. En voor iedereen verwoordt het op een andere manier, maar dit is echt voor mij in het kort. Oké. Nou, via onze Twitter-page hebben we al een vraag binnengekregen. Oh jee. Voor als de kijkers thuis die nog niet weten wat ons hashtag is, kan vragen stellen via hashtag generate. Nou, de eerste vraag is, waar haal jij je opdrachten vandaan? Ja, dat is, dan komen we weer terug bij het verhaal netwerken. Ja. Tijdens mijn werkzaamheden in loondienst bij de detacheringbureaus en ingenieursbureaus heb ik al heel veel opdrachten gedaan voor best wel grote opdrachtgevers in Nederland en in het buitenland. Sinds die tijd heb ik altijd contact blijven houden, houden met de leidinggevende en de managers. Dat heb ik altijd gedaan en tot de dag van vandaag werk ik ook voor hun. Okay. Dus het is meer van, wat ik meer doe is meer bellen. Ja. Af en toe even bellen van, hey, zo'n hapje eten, zo'n drankje doen. Of als je tijd hebt, even langs gaan om te kijken hoe de stand van zaken is. Dat is wat ik doe. Oké, dus eigenlijk gewoon de contacten onderhouden. Gewoon warm houden. Ja, contacten onderhouden is netwerken. Ja. Het moet niet zo zijn dat je iemand hebt leren kennen en pas na een jaar ga je diegene bellen. Dan heeft diegene zoiets van, ja, nou ja, bel je me omdat je me nodig hebt. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, precies. Je moet het wel warm houden. Je moet interesse tonen in het bedrijf, maar ook in het persoon. Ik weet niet of dit mag van de klanten, maar zou je een voorbeeld kunnen geven van een opdracht die je dus bijvoorbeeld voor een klant hebt gedaan? Ja, laten we beginnen. De Velsen Spoortunnel in Velsen. Ik ben daar ingehuurd om de engineering te doen van de technische installaties op basis van utiliteitsbeveiliging. Ik heb de beveiliging heb ik geëngineerd, de bekabeling, het berekenen ervan. En ik heb onderzoek gedaan naar de producten die we daarvoor konden gaan gebruiken. Okay. Dat was mijn vraag om te doen. Want uiteindelijk heb ik dat gerealiseerd. Ik kan niet te veel over vertellen, want ik weet niet of dat mag. Maar uiteindelijk heb ik dat gerealiseerd en nu hangt een heel mooi beveiligingssysteem in de tunnel. Ja. Het is misschien een moeilijke vraag, maar hoe onderscheid je jezelf van een andere bedrijf binnen jouw branche? Want je vertelde inderdaad dat jullie net wat innovatiever zijn. Ja, precies. Wij zijn innovatiever. Ja. We proberen alles op een vernieuwde manier te doen. Hoe onderscheid ik me? Ja, ik begrijp dat je inderdaad niet al je trucjes hier... Nee, dat kan ik wel vertellen. Eigenlijk niet zoveel. Er lopen genoeg young professionals of engineers rond die het ook kunnen. Alleen mijn voordeel is dat ik al een tijdje met dezelfde opdrachtgevers werk. Ja. Dus het gevoel is goed. Ja. En dat is wederzijds ook zo. Voor hun het gevoel goed. Ze weten wat ze aan me hebben. Ze weten hoe ik als persoon ben. En wat ik uiteindelijk... wat ik uiteindelijk laat zien. Ja, dat is grappig. Dat is heel belangrijk. Want in aflevering 1 had de gast van dat moment had het er namelijk ook over. Die had het over de gunfactor. Ja, dat is heel belangrijk. Dus inderdaad, nu je het vertelt, het komt inderdaad gewoon wel weer terug. En dan maakt het in principe niet uit in welke branche je zit. Nee, het maakt niet uit. Maar als ZZP'er heb je daar gewoon echt mee te maken dus. Ja, zeker. Het hangt een beetje van de persoon af hoe je bent natuurlijk. Hoe kom je over? Hoe is je werk? Wat doe je? Ja. Hoe ga je met mensen om? Hoe leef je in je privéleven? Daar wordt naar gekeken als persoon. Ja. Dus wie je eigenlijk bent. Wie je eigenlijk bent bepaalt heel veel. Okay. En daarnaast niet te vergeten, je specialiteit, je werkzaamheden. Ook natuurlijk. Niet onbelangrijk. Je moet het natuurlijk wel kunnen. Je kan ook een heel goede jongen zijn, maar als je werkzaamheden gewoon niet goed zijn, kom je ook niet aan de bak. Laat het duidelijk zijn. Ik krijg net nog een vraag binnen via Twitter. Heb je op dit moment last van de economische crisis als ZZP'er? Nou, ik heb er geen last van. Okay. Je hoort het wel om je heen. Maar
Nee, ik heb er zelf geen last van. Je ziet wel dat de bedrijven moeilijk een project kunnen financieren. Ja. Dat kan in de toekomst voor mij wel problemen opleveren. Want ik word niet, ik vul geen vacatures in. Nee. Ik kom gewoon aan de bak op het moment dat iets gemaakt moet worden. En dan denk ik meteen aan een bouwput. En moeten woningen gebouwd worden, ik moet installatie engineeren. Maar als er geen geld beschikbaar wordt gesteld, dan word ik ook niet ingehuurd. Ja. Dus als de banken geen geld lenen, kunnen ze ook niet financieren en kom ik niet aan de bak. Dus in de toekomst kan ik daar wel tegenaan lopen. Maar op dit moment heb ik nog mijn opdrachten. Omdat je nog gewoon die continuïteit hebt van de klanten. Ja, precies. Dus in principe, maar merk je ook dat er dus dat er bijna geen nieuwe klanten bijkomen, omdat er dus een economische crisis is? Nieuwe klanten komen vaak niet erbij, want het zijn vaak dezelfde mensen, dezelfde bedrijven die met elkaar samenwerken. Ja, dus dat is vaak het verhaal. Dus inderdaad, voordat je dus je eigen onderneming begint, moet je dus wel echt een goede netwerk hebben, wil je dat van de grond krijgen? Ja, goede netwerk hebben en je moet wat neergezet hebben, ook in loondienst, hè. Oké. Wat is in jouw hoge... Nou, dat heb ik net al inderdaad gevraagd. Maar beschik je dit ook, deze 7 punten, 7 kenmerken? Ja, die 7 punten die ik heb opgenoemd, er zijn er wel meer, maar ik heb nu even 7 opgenoemd. Die beschik ik, ja. En dat zijn de punten die ik ook gebruik. Ja. En voor jezelf moet je altijd zaken op een rijtje hebben. Mm-hmm. En ook dit soort zaken. Ja. Van hoe ga je denken? Hoe benader je de maatschappij? Hoe benader je de opdrachtgever? Wat is jouw idee? Wat maakt jouw idee anders dan een ander? Hoe breng je dat? Dat zijn punten die je gewoon moet opschrijven. Ja. En daarover moet nadenken. Van hoe ga je het brengen? Je kan niet door het bedrijf binnenstappen en een verhaal vertellen. Ja. Zonder dat er achterliggende gedachten zijn. Ja, precies. Dat werkt niet. En dit zijn voor mij punten die ik heb. Het zijn mijn eigenschappen. Als ondernemer heb je gewoon bepaalde eigenschappen. Ja. Dus die eigenschappen die moet je eigenlijk gewoon zo sterk mogelijk naar voren brengen. Ja, je kijkt naar je competenties. Je kijkt naar je eigenschappen. Je kijkt naar je kenmerken. Je wordt er ook voor getraind als ondernemer. Hè, broer. Ik ben er altijd voor getraind, dus ik weet waar je op moet letten. Maar het moet ook in je zitten. Het moet gewoon in je zitten. Die drive moet je hebben. Tuurlijk. Nogmaals, voor de kijkers, als jullie vragen hebben, jullie kunnen ze allemaal stellen aan Roberto Citeran. Dat kan dan via hashtag Generate. Wat waren de stappen die je, voordat je dus de onderneming van de grond had, wat waren de stappen die je genomen hebt? Ik heb het voordeel dat ik heel veel al gezien heb bij mijn vader dan. Ja. Dus ik heb heel veel geleerd, heel veel naar hem gekeken, wat zijn stappen waren. Mijn stappen zijn wel iets anders. Tegenwoordig wordt het wel makkelijker gemaakt. Je hoeft alleen naar de website te gaan van de Belastingdienst of van de KVK. Je klikt op ondernemen, een bedrijf starten en je ziet de lijst met 10 stappen of 11 stappen. Nou, dat zijn hele goede stappen. Dat is advies voor alle beginnende ondernemers. Laat je adviseren. Ga naar de website toe van de Belastingdienst, van de KVK. Lees de stappen en werk per stap gewoon alles af wat er gevraagd van je wordt. En met die stappen kom je tot een product, je onderneming. Ja. En dan ga je gewoon aan de gang. Dan begin je met je onderneming. Okay. Nou, aangezien jij dus door veel bedrijven wordt ingehuurd en waarschijnlijk op hun locatie aan het werk gaat. Niet altijd, maar niet wel altijd. Heel vaak. Heb je dan voor jezelf ook een eigen pand? Of is het gewoon vanuit? Dat is fase 2 voor mij. Ik zit nu in de eerste fase. Mijn eerste fase is een 5-jarenplan. Ik werk met 5 jaren. Als beginnende ondernemer is het toch wel belangrijk om je te profileren op de markt. Netwerk op te bouwen. Dat duurt niet in 1 jaar, 2 jaar. Je hebt echt 5 jaar nodig. En vooral in deze tijd met de recessie. Hè, recessie. Dan is het wel belangrijk om het wat meer uit te stellen. Dus even ermee wachten. Ja. Zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar op een gegeven moment moet je wel die risico nemen. En dat is ook eigenlijk voor ondernemer, risico's nemen. Mijn laatste jaar, dus eind van het jaar, ga ik een nieuw plan maken. Dus ik in mijn 4e jaar. Okay. En dan kijk ik weer verder. Dit beantwoordt eigenlijk al de vraag die ik zojuist via Twitter binnenkrijg. Denk je dat je dit in de toekomst wilt blijven doen? Ja, dit is iets wat bij me ligt, wat bij me past. Dit is gewoon passie, hobby. Dit is gewoon mijn levensstijl. Is gewoon waar ik van hou. Initiatief tonen, initiatief nemen. Leiding willen geven.
risico's willen nemen. Dat is gewoon wat bij me past. Ja. Ik zou wel weer voor een werkgever weer gaan werken. Dat kan. Maar ja, ik heb bepaalde eigenschappen waarmee ik bots met mij werkgever of mijn leidinggevende. Dat is gewoon heel moeilijk. Oké. Ik krijg hier een hele goede vraag binnen. Heb je het idee dat mensen je meer beoordelen op wat je privé doet? Of, nou ja, omdat je dus ZZP bent, of ja, jezelf, of tenminste je bedrijf, wat je bedrijf presenteert? In eerste instantie kijk je natuurlijk, wat voor bedrijf heb je? Wat heb je neergezet? Met welk ander bedrijf heb je nog meer gewerkt? Want daarnaast kijkt men wel hoe jij als persoon bent. En daar wordt meer naar gekeken. Men wil weten of je een drive hebt. Ja. Ben je gemotiveerd? Wat is je passie? Hoe leef jij? Want je levensstijl bepaalt ook hoe jij werkt. Er wordt zeker naar gekeken. En wordt ook heel erg gewaardeerd. Oké. Nou, we hadden het net dus inderdaad over een 5-jaren plan. Ja. Je zit nu nog in je eerste 5 jaar. Ja. Waar zie jij op... We nemen dit moment dus even als startpunt. Waar zie jij jezelf over de volgende 5 jaar? Heel moeilijk. Ja. Dat is echt heel moeilijk. Maar ik kan wel wat vertellen wat ik graag wil. Mm-hmm. Ik ben momenteel bezig met een pand. Want ik wil natuurlijk uitbreiden. Ja, bezig in de zin van het voorbereidend werk. Ik ben even aan het oriënteren op de markt. Wat is mogelijk? Wat is financieel haalbaar? En wat heeft meer te maken dat ik wil gaan uitbreiden. Op dit moment huur ik... huur is groot. Ik werk samen met heel veel ingenieursbureau. Daar heb ik contracten mee afgesloten. Bij grote projecten huur ik de mannetjes. Ja. Nou goed, nu is het alleen huren. Ja. Maar op een gegeven moment wil ik natuurlijk ook mijn eigen personeel hebben. Dus langzamerhand ben ik daar naartoe aan het werken. Oké, dus je gaat uiteindelijk wel van het ZZP'er af? Ja, nou nu ben ik al bijna ervan af. Mm-hmm. Ik bedoel, ik werk al heel veel met grote projecten die ik gewoon eigen beheer heb. En ik huur gewoon, de popjes zeg maar, van het ingenieursbureau. Mm-hmm. Die de werkzaamheden ook uitvoeren voor mij, hoe ik het heb bedacht. Nou, je vertelde zojuist dus dat het op dit moment wat makkelijker is om te starten met ondernemen. Vergeleken bij... Starten is een groot woord. Mm-hmm. Ik bedoel, iedereen kan starten. Dat is het probleem niet. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik iemand op straat tegenkom en die zegt van, nou, ik wil vandaag een winkel open, kan. Okay. Maar dat is, maar zo moet je niet denken. Je moet voorbereiden. Je moet naar jezelf kijken van, hoe ben ik als persoon? Wat kan ik? Wat kan ik nog meer? Wat is mijn passie? Wat is mijn drijfveer? Aan de hand van die informatie ga je weer verder denken. Ga je weer voorbereiden. Ga je plannen maken. En aan de hand van die gegevens, dus uiteindelijk conclusie, kan je bepalen van, is het wel wat voor mij? Ja. Is het wel haalbaar in deze maatschappij? Daar moet je naar kijken. Over die haalbaarheid wil ik het hebben. toen jij net met dit bedrijf begon. Ja. Heb je opstartproblemen gekend? Want je had je netwerk al. Ja, ik had mijn netwerk en dat maakt het voor mij heel makkelijk. Ik heb met mijn huidige, toen de tijd mijn werkgever, heb ik heel netjes gesprek gevoerd en vertel van wat ik graag wil en hoe ik het wel gaan doen. Mm-hmm. En dat begrepen ze me ook. Dat begrepen ze ook. Ze hebben ook succes gewenst en gezegd van je moet gewoon doen wat jij wil gaan doen. Mm-hmm. Daarnaast heb ik ook met opdrachtgevers gesproken waar ik toen de tijd al opdrachten voor heb gedaan. En daar heb ik ook afspraken mee gemaakt. En ook in goed overleg met mijn werkgever, want dat normaal gesproken contractueel mag dat niet, heb ik gevraagd van, hey, ik ga binnenkort, stap ik over naar een ZZP'er. Mm-hmm. En hebben jullie een project voor mij? Gelukkig was dat toen, ik noem even bedrijf uit, Chorus was het, tegenwoordig Tata Steel. Daar hebben ze voor mij geregeld dat ik dat eerste jaar gewoon als ZZP'er aan het werk kon gaan. Okay. Dus dat eerste jaar heb ik gewoon als ZZP'er gewerkt, dus helemaal geen opstartprobleem. Dus je had eigenlijk de opdracht, had je al binnengehaald? Ja, ik heb voordat je dus met de ondernemingen... Ja, wel niet achter de rug van mijn werkgever. Nee, natuurlijk niet. In overleg met mijn werkgever en de opdrachtgever. Ja. Want contractueel mag dat gewoon niet. Nee. Maar daarbij komt weer bij kijken, als jij je werk gewoon goed doet al die jaren, en ook heel belangrijk hoe je als persoon bent, dan gunnen mensen het. Ja. Dat is het meer. Okay. Heb je iets dat je de toekomstige en startende ondernemers mee wil geven? Ik heb wel wat punten. Ik bedoel, de realiteit goed onder ogen zien, dat is heel erg belangrijk. Kijk naar de maatschappij, kijk waar je iets kan halen. Kijk ook waar je niks kan halen. Risico's durven te nemen.
En in jezelf investeren. Want als zelfstandig ondernemer betaalt niemand je opleiding en cursussen. Okay. En die zijn gewoon hartstikke duur. Als ik een cursus volg, is het al €5.000, zeg maar. Nou, een zzp'er kan het niet zomaar ophoesten. Maar probeer wel die cursussen te volgen. Als je in loondienst werkt, dan heb je al de helft meegenomen. Mm-hmm. Pak wat je kan pakken, om het zo maar te zeggen. Ja. Klinkt raar, maar pak wat je kan pakken. Daarnaast altijd blijven investeren in jezelf. Ook heel belangrijk. En netwerken natuurlijk. Heel erg belangrijk. Dus dat netwerken, dat blijft maar terugkomen. Netwerken, ja, netwerken. Maar is dat iets wat voornamelijk is voor ZZP'ers? Of is dat iets gewoon algemeen? Netwerken is voor iedereen algemeen. Ook als je geen ondernemer bent, is netwerken heel belangrijk. Ja. Je hebt elkaar nodig om iets te realiseren. Je kan nooit iets in je eentje doen. Je hebt altijd elkaar nodig. Inderdaad. Nou, vandaag hebben we dus ook een live audience gehad. Helaas zit die in een andere ruimte. Dus als jullie willen, zal ik even een foto laten zien. Is goed, zien jullie dit nu op het scherm. Ik wil sowieso bedanken dat jullie er allemaal waren. We lopen al ten einde van de derde uitzending. Mochten jullie nog vragen hebben, kan nog snel. Ik heb nog tijd voor één vraag. Dus als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie dat nog snel stellen. wat zijn voornamelijk de valkuilen en de pluspunten? Ja, valkuilen is als je de realiteit niet onder ogen ziet. Ja. Je moet weten wat er speelt. Je moet weten wat in je omgeving gebeurt. Je moet weten wat er gevraagd wordt door de maatschappij. Je moet het weten. Als je dat niet weet, dan kan je iets ook niet aanbieden. Je kan iets niet geven. Je kan de dienst niet geven. Je weet niet wat er gevraagd wordt. Dat is een valkuil. En denken aan het geld. Ja, en niet willen investeren. Dus en met denken aan het geld bedoel je dus dat je dat dus te veel gefocust bent op het geld. Ja, natuurlijk. Want als zelfstandig ondernemer komt er gewoon heel veel binnen. Komt gewoon ontzettend veel binnen. Ja. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met je geld om? Ja. Weet wat je moet betalen. Maak voor jezelf een calculatie wat je wel over kan houden. Ja. En de rest sparen en je vaste lasten betalen. Dat is gewoon een valkuil. Oké. Nou, ik krijg hier één laatste vraag. Gebruik je social media om jezelf als ondernemer te profileren? Ik heb er over nagedacht. In die 3 jaar, bijna 4 jaar, heb ik erover nagedacht om social media te gaan gebruiken. Mm-hmm. Enige wat ik heb is Facebook. Ik heb een website dat is op dit moment in de maak. Maar tot nu toe gaat het heel goed met mond-to-mond reclame en netwerken. Dat ik er daar geen tijd voor heb. Maar ik heb ook niet de moeite gedaan om dat te realiseren. Maar ik ben wel van plan om het te gaan doen. Oké. En is dit iets gebruikelijks in jouw branche? Of is dit... Het is niet gebruikelijk. Social media is gewoon overheerst gewoon. Je kan het niet zonder. Nee. Dat is het punt. Het is gewoon ouderwets. Dat ouderwetse blijft gewoon mond-to-mond reclame netwerk. Ja. Dat blijft gewoon. Ja. Dat mond-to-mond reclame gaat niet weg. Nog steeds de beste reclame. Nou, maar ik ga het zeker doen. Oké. Nou, dan sluiten we hiermee vandaag af. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken vandaag. En natuurlijk ook de audience die helaas in een andere zaal zit. Volgende week zijn we er weer om 2 uur. Dan met een nieuwe gast. Tot dan.